Leuk dat je weer kijkt. Vandaag ben ik met de sterkste min 105 van Nederland. Ja, ben ik nu al 25 of zo. Bijna. En als je de camera even naartoe brengt, dan een beetje naar beneden. We hebben hier Remco Sanders. Dankjewel. Life-size. Wat kinderachtig. Ik hoop het allemaal. Min 80 kilo, Official Strongman Games. Dus sterke jongen, toch? Af en toe. Ja. Lekker trainen vandaag. We gaan beginnen met striklog, overin wat incline, presses. Huh? Doe ik ook maar in. Shit. Laat maar, we gaan meer doen. Wat gaan we meer doen? Rug, lekker wat anders voor de schouders. En we hebben hier zo'n hele grote rode jongen liggen, een grote zandzak. Ja. Die gaat Johan vanaf de schouders liggen. Dus, zin in. Ja. Jee, trainen. Nou Kev, wat gaan we doen? Zullen we naar de kloten? Nee, ik ga M-rapje striklog doen, 2 sets. Op 120 kilo, dat is wat we doen voor jou nu. Ja, doe bodyweight. Oké, okay. Daarna vervolgens de incline wordt 3x8 of zo. Het is allemaal een beetje simpel, het wordt gewoon simpel. Het wordt niet zo moeilijk als wat jij altijd doet. Maar... Oh nee, ja. Dus je hoeft niet te veel na te denken. Nee, dat doen we sowieso niet. Nee, beter. Oké, okay, leuk. Hoe lang is de M-rep? Of rep je hem gewoon uit? Gewoon tot failure. Oké. Ja, geen tijd. Ik wil over vertellen. Het is een press vanaf schouders, niet clean en press. Nee, het is gewoon clean. En dan pressen, tot dan. Tot de dood. Ja? Oké. Okay. Bloed uit je ogen komt. Dood of gladiolen. Huts! Kom op! Let's go, come on! Blijf het doorgaan! Kom aan! Goed, kom op! Adem! Blijf staan, kom op! Goed, kom aan, lekker, lekker! Doe maar, kom op! Niet weggeven! Blijf voor jongen! Yes! Oh. Hoor, spanning bij de derde, hè? Huh? Ik weet precies het gevoel. Dan weet je, oké, dit is goed. Je merkt dat je meer inzakt en wegdrukt als het zo. Ja, of verder gaat het limbo, hoor. Ik ben een limbo dans begint. Dus, Heb je 100 kilo strikt? 1,20. 1,20 strikt? Dat is mijn beste strikt, ja. Doe ik niet nu, maar dat is mijn beste strikt. Dat was wel goed. Ja, dit is. Kom maar, stabiel. Ik ben ook klaar. Hop, kop eronder, goed zo. Kom maar, kom op. Kom maar, binnen. Goed zo, heel goed. Lekker. Lekker man. Hier is een celebration. Waar is de blond celebration? Kom maar, go. Kom op, pak je, kom. Press! Ja, heel goed, kom aan. Lekker man. Gaan voor 100 ja, dan. Fuck it. Let's go! Let's go! Push, kom aan! Kom op, door! Good shift. Adem! Beter! Kom op! Let's go, kom op! Duwen! Kom op, grote liftmoment, hè? Ja. Let's go! Kom op, Ram! Pushing! Kom op! Boom! Kom aan, door! Ja, lekker! Goed man! Kom op! We moeten! Oude bluffen! Lekker! In voorbereiding voor het WK, toen hebben wij uit het rek gewoon vanuit de safeties. Ja. Maar nooit vanuit die clean. Je komt toch in een andere positie. Ja, dat is heel anders. Uit het rek ben ik op een of andere manier wat slechter of zo. Omdat ik dan altijd een beetje. Ja, je staat in één keer al. Ja. En ik vind als je gewicht optilt en dan moet pressen, vind ik het makkelijker. Omdat je dan al het gewicht gewend bent. Ja. Dan dat ik hem uit het rek haal. En dan
Weet je? Moet je goed staan. Ik heb er altijd dat als je, weet je, 12 kilo zou kunnen optillen en in je nek zou kunnen leggen, dat je makkelijker mee zou kunnen squatten dan je uit de rek zou halen. Dus. Kijk, nou, maar, is het mij te proberen? Nee. Nou. Ja, Steinborn, hè? DC's will lever that up. Come on, push it up! Lift it up! Pak hem, pak hem! Come on! Wat? Oh joh, kan ook vallen. Kom aan! Oh, beter afzet, beter afzet, kom op! Explosie! Ja, goed zo, beter! Nee! Dank je wel! Ik ga strikpressen, denk ik. Wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? Goed faal! Ga gewoon naar beneden, hè? Kom op! Woe! Ja, pakken! Hup! Laat me zien! Kom op! Kom, geen twijfel, willen! Kom! Hier! Waar is die? Kom op! Hup! Goed zo! Ja! Kom maar, kom maar, ja! Leppen en dan hopelijk naar de borst. Ja hoor. Net over knieën heen, waar ik ermee ga zitten. Ja. Probeer me te bearhuggen. Doe jij nog zeg maar echt dat? Ja, ik heb dat niet nodig. Voor mij is het gewoon altijd, ik ga omhoog en dan met die snelheid ook wel even één wipje geven. Ja. En meestal heb ik dan gewoon hier liggen als een of andere giant baby. En dan kan ik het zo daarin brengen. Ja. Ja, maar ik weet niet. Voor mij zou je wel... Ja, ik weet niet precies. Als ik jouw stage zie doen, dan waarschijnlijk dan moet jij ook, zeg maar zeggen, de... Ja, toen en dan die heup extensie ja. Doen, ja. Dus. Maar ja, gewoon tillen. Gewoon tillen. Gewoon tillen. Gewoon tillen, laat me zien dan. Let's go boy. Kom maar. Kom op. Hoger, hoger. Kom aan. Snel, snel. Wel omhoog, maar dichterbij. Ja, dichterbij. Pakken, ja, pakken. Dat kan je pas. Nu zit je echt bovenkant. Ja, dat kan ik nergens heen. Ja, dat is met die 60-40. Je moet het overgrote deel van de zak voor je hebben hangen. Eigenlijk ja. Als het ware. En dat maakt het wel zwaarder, maar dan kan je hem omklappen op de schouder. Ja, en dan die hand naar boven, toch? Kan. Dat wil zeggen, Kevin en ik die doen dat niet. We kunnen gewoon hoppen en dan is het er al. Ja. Maar anders zou ik hier gaan draaien en slaan. Dat het leeuwendeel van het gewicht al achter je schouder begint te hangen. Ja, ik heb ook gedacht dat mijn schouder al misschien iets lager moet plaatsen. Ik zet hem er absoluut onder, zodat je daarmee hem eroverheen kan klappen. Ja. Ja, hetzelfde met die steen bij Marathon. Dat je daar zo ook staat en je maar uiteindelijk gewoon... Hup, gewoon eentje verder kan huppen de hele tijd. Ja, die derde die ik gilde, daar kon het niet mee, zullen we zeggen. Ik kan de eerste keer deed ik dat, want dat doe ik altijd. Dat doe ik ook met die stenen die daar liggen. Ja. Alleen bij Megatron was het echt gewoon, daar kwam ik pas bij de tweede keer dat ik het pakte, kwam ik erachter dat je hem eigenlijk gewoon in de snelheid nog omhoog kon rollen. Toen was ik al aardig hoog, maar gewoon helemaal wasted. Ja. Dat was wel beter. Maar die kon je ook eens gewoon rollen, blijkbaar. Natural Stones, dus iedere keer weer inschatten hoe je hem kan bewegen. Ja, ja, ja. Die rechthoekige van RPB van 130, ja. Daar heb je dat echt. Dan ga je gewoon zitten en die hup je gewoon zo naar je schouder toe. Ja, die hup je gewoon sterk van sparken gebruiken. Ja. Ja. Los, los, los. Ja. Stervelingen moeten gewoon techniek gebruiken. Ja, nee, dan doe je. Dubbel bodyweight sandbag. Oh, kom in, kom op. Kom op, smartass. Kom maar. Kom op! Namens u! Hup! Ja, goed zo. Hou bij je, hou bij je! Kom op! Power! Kom op! Huppen! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Ja, ja, ja! Ja! We hebben jongens net verpest. Lekker trainen vanavond gehad, samen met de boys, met Remco, met Joel en Luca.
Gematig enthousiasme. Lekkere sessie gehad, een goede striklog. Joel, een mooi PR, 122,5 kilo. Remco, het 95 kilo gestrikpress op 80 kilo bodyweight. Dus zeer indrukwekkend. En ik heb een mooie 5,20 gehaald. Dus prima. Techniek was een beetje off vandaag. Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Vervolgens heb ik de incline press gedaan. Alles gewoon even lekker gepompt. De rug gepompt. De jongens hebben nog zandzak gedaan. Alle 240 kilo naar de shoulder gebracht. Dus zeer indrukwekkend. Het was het voor vanavond. Dus lekker off-season sessie.